Oké, het is echt niet om stoer te doen of zo, maar gewoon voor de zoveelste keer in mijn leven is er iets fucking gek gebeurd in Blankenbergen. Nou, wat verwacht je eigenlijk ook? Blankenbergen is gewoon de coolste stad van België. Yo, YouTube, wij zijn hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het weer tijd voor een soort van commentary, een genakte video van Luna en Leafy, zoiets. Ja, oké, jullie snappen wat ik bedoel. We gaan er gewoon direct in vliegen door te zeggen dat deze Overwatch gameplay fucking nice is. Eigenlijk niet, eigenlijk word ik geband op het einde omdat ik veel te goed ben. Ja, snap je? Oké. Smash zeker een duimpje omhoog als ik dit soort video's leuk vindt. En smash ook een duimpje omhoog als je dit saai vindt. Laten we beginnen. Voor de mensen die niet weten, uitgaan in Blankenbergen is het ergste waar het bestaat na strafwerk krijgen op een vrijdagavond. En dat is echt kut voor de mensen die het niet weten. Als je uitgaat in Blankenbergen, dan is het 90% toeristen en 10% locals. En die toeristen zijn dan mensen uit Nederland die naar Blankenbergen komen omdat ze denken dat er hier echt een sfeer is. Dat je er goed kan uitgaan, dat je er veel kan drinken. En dat klopt, ja. Je kan hier veel drinken. Maar goed uitgaan, nee, kom niet naar Blankenbergen om goed uit te gaan, alsjeblieft. Er is hier letterlijk niks. Je hebt hier twee bars recht over elkaar en dat is het. Dat is Blankenbergen uitgaan. Er wordt veel gevochten en elke avond wordt er wel een glas in iemands mond kapot geslaan. Zo is uitgaan in Blankenbergen dus. En wij waren even uitgegaan. We vonden het tering saai. We zijn weggegaan en we hebben ons op een pleintje gezet met een paar vrienden. We zaten daar heel in het midden van de stad. Gewoon een beetje te chillen en een beetje te praten over het leven. Hey Sid, hoe gaat het met je YouTube channel? Zo dingen. Dingen die je op andere momenten nooit bespreekt. Het was chill. We zaten daar met 6 mensen en het was gewoon gezellig. Nou, een half uurtje spreken, zien wij opeens een fucking dronken volwassen man over het plein lopen. En als ik zeg fucking dronken, hij liep echt gewoon van links naar rechts, viel elke keer bijna over zijn eigen voeten, bleef dan weer een seconde stilstaan, kreeg dan een kotsneiging en probeerde dan weer verder te wandelen. Wij hebben daar lang mee gelachen en op een bepaald moment kon ik me niet meer inhouden en ik heb gewoon recht gestaan en ik heb gezegd: "Yo meneer, alles goed? Yo, moeten we helpen?" Die meneer draaide zich om, keek ons aan zonder echt iets te zeggen en liep gewoon door. Even scheef als de vorige keer, linkerpoot voor rechterpoot en hij viel gewoon bijna over zijn eigen benen. Toen ging hij rechtop staan, toen ging hij allemaal rare dingen doen, ik weet niet waar het toe gebeurde, toen dacht hij dat hij moest kotsen, maar dat gebeurde niet. En een van mijn vrienden riep opnieuw: "Yo meneer, is alles goed?" Die meneer draaide zich om en zonder eigenlijk na te denken begon hij ineens naar ons te wandelen. Nog steeds op het even scheve potenwerk als de vorige keer, hij liep gewoon echt niet recht. Bij elke stap leek het alsof hij zijn benen ging breken en hij bleef gewoon doorgaan. En hij bleef doorzetten tot hij eindelijk bij ons was aangekomen. En hij kwam gewoon naast ons zitten op die bank. Wij zeiden niks. Wij keken een beetje naar elkaar. Zo van: wat de fuck gebeurt er hier? Die meneer stonk naar bier en drank en tabak door elkaar. En ik zeg het je, dat is geen aangename combinatie. Als je dat weet, dat hij ook stonk naar fucking zweet. Ik zeg het je, dat is echt niet leuk. Zo ziet de gemiddelde persoon eruit die uitgaat in Blankenbergen. Lelijk, oud, stinkt naar bier en zweet. En heeft echt geen aangename ademlucht. Dat betekent dus dat ze bek stinkt. Wij zaten daar dus met 6 een beetje te kijken van: ja, wat de fuck moeten we nu doen? Dus we zijn gewoon beginnen praten met die meneer, gevraagd hoe hij noemde, wat zijn naam was, wat hij deed in Blankenbergen, of hij het leuk vond en waarom hij zo dronken was. Hij heeft daar allemaal antwoord op gegeven en op een bepaald moment begon hij te praten over hoe leuk Blankenbergen was toen hij jong was en hoe saai het nu is. En dan zou je denken: ja, dat is toch gezellig, zo eens praten met een meneer, ja, dat is leuk, voor 1 minuut. Want dan heb je door dat hij fucking dronken is en eigenlijk geen hol verstaat wat hij zegt en dat je ook gewoon begint te stinken naar wat hij ruikt. Zeg het je, dat is gewoon echt niet aangenaam. En na een tijdje dachten wij: oké, nu is het gewoon genoeg. Nu mag hij oprotten. Hij begint op mijn zenuwen te werken. Hij begint op mijn neus te werken. Want hij stinkt naar stront. Dus hij mag nu echt gewoon oprotten. Wij hebben vriendelijk gevraagd aan die meneer of hij wil weggaan. Dat wou hij niet. Toen heeft hij een broodje uitgehaald. En is hij gewoon een fucking hotdog beginnen eten of zo. Ik weet echt niet. Het was fucking vaag. Guy bleef dus gewoon zitten. Dus na weer 5 minuten zitten hebben wij gewoon besloten om hem even uit te schelden. En om daar recht te staan en weg te gaan. Ik kon mij niet inhouden. En ik ben hem beginnen filmen op mijn Snapchat. Hey Sid, ik heb niks gezien op jouw Snapchat van een dronken man. Dat klopt, ik heb een privé Snapchat waar ik shady dingen op zet van uitgangsavonden in Blankenbergen. Die Snapchat is privé, dat is voor mijn vrienden. Daar staan er dingen op die mensen niet moeten zien, die mij niet kennen. Snap je? Oké. Dus, wij helemaal beginnen flippen op die guy van: ja, waarom zit je hier? Waarom ben je naar ons gekomen? Je bent een fucking pedo. Die guy wou niet weggaan. Die guy bleef zitten. Die guy was fucking irritant. Op een bepaald moment zijn wij gewoon recht gestaan met iedereen. Hebben we ons klaargemaakt om weg te gaan. Hebben we onze rugzakken aangedaan en stond echt op het puntje om te vertrekken. En toen ineens begon die guy te zeggen dat we echt respectloze tieners waren, dat we geen opvoeding hebben gehad en dat we echt gewoon irritant waren, terwijl die guy naar ons was gekomen. Maar hij beweerde blijkbaar dat wij tegen hem waren beginnen spreken en dat hij gewoon vriendelijk deed en naar ons is gekomen. Wat wel klopt, wij zijn beginnen spreken tegen hem, maar we hebben nooit gezegd: kom naar ons. Dus die guy wou niet weg. Wij waren klaar om weg te gaan en natuurlijk, omdat ik ACID ben, ja, kijk, ik kon mij niet inhouden. En net voordat wij zijn weggegaan, heb ik gewoon mijn middelvinger opgestoken. Dan heb ik gezegd dat hij stinkt naar drank en dat hij fucking faggot is. En ja, snap je? Ik had ook wel al iets gedronken. Dat was niet fijn dat die guy naast ons kwam zitten. Dus ik heb daar eigenlijk echt gewoon een fucking 3D flip op die guy gekregen. En ik ben niet beginnen uitschelden, maar alles wat ik had. En ja, kijk, je moet het je een beetje voorstellen als wij stonden ongeveer 10 meter van die guy. Terwijl we hem nog even lekker aan het uitschelden waren. En opeens staat die guy recht. En hij begint te lopen. Want oh, die guy was fucking dronken. Dus hij begint super snel te lopen. Wij horen voet na voet kletsen op de grond. Ineens zien we dat hij zijn knieën niet goed plaatst. Hij valt over zijn benen en stuikt met zijn gezicht gewoon in de grond. Maar echt gewoon boem. Patat met zijn gezicht in de grond. En wij hadden niet echt door waar het was gebeurd. Omdat het allemaal nogal in een fractie van een seconde was gebeurd. Dus wij zijn gewoon stop met doe al wat doe haar. En gewoon fucking hard beginnen lachen. Guy lag daar als een zombie op de grond. Hij had geen verwondingen. Hij lag gewoon op de grond. Kon niet bewegen. Wij gingen dood van het lachen. En we zijn gewoon weggefietst. Snap je? Het is niet chill als we ineens half worden aangevallen door een oude man. Zijn naam was Eddie, by the way. Ik kwam uit Antwerpen. En hij had ons gezegd dat, ja, dat hij vroeger wel eens Snelle Eddy genoemd werd. Dus nou wat er gebeurd was, nadat die guy naar ons gelopen was, hebben wij dit verhaal de naam gegeven. Snelle Eddy, snel op zijn bek. En dat was eigenlijk waar is gebeurd en ik vond het fucking hilarisch. Zonder het feit te ontwijken, ik ben wel even heel bang geweest toen die guy naar ons liep. En die mini-seconde dacht ik even van fuck, die guy gaat mij hier gewoon slopen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ik leef nog. Dames en heren, bedankt om te luisteren naar dit geweldige verhaal van uitgaan in Blankenbergen. Ik hoop dat jullie hier een lesje uit hebben geleerd. Ja... Kijk, gebruik alcohol gewoon voorzichtig. En drink niks onder je 16 of je 18. Oké, dames en heren. I love you. Tot volgende keer. Fuck off. Yo.